jullie welkom bij een nieuwe video. Vandaag is het zover. De Riders Community is vanaf vandaag 1 september live en open voor iedereen. En ik wil jullie vandaag even vertellen wat de Riders Community precies inhoudt. Wat je hier kunt vinden, wat je hier kunt doen en waarom het zo leuk is. En waarom je heel graag member wil worden. De Riders Community is een initiatief van Joyce Spijker. Zij is bekende thriller-auteur en zij heeft ook haar eigen YouTube-kanaal waarop ze handige how-to- en tutorial-video's plaatst over alles wat met schrijven te maken heeft. En zij kreeg het idee om een platform op te richten voor schrijvers, door schrijvers en zo alle tools en experts in huis te hebben om jou te kunnen helpen om eigenlijk je eigen boek te schrijven. Of als je al boeken schrijft, om daar beter in te worden. Of als jij blogger bent of blogger wilt worden, om daar meer over te leren en over zakelijk schrijven. En ja, wat houdt de Riders Community nou precies in? Je hebt misschien al de website gezien. Zo niet, klik dan eventjes hieronder op de link. Op deze site zie je heel duidelijk wat het allemaal inhoudt. Maar de community zelf, die zit daarin. Die kun je alleen zien als je member bent. En member ben je al voor €9,95 per maand. En is maandelijks opzegbaar. Ik zal natuurlijk niet alles vertellen wat we hebben, maar we hebben in ieder geval modules. Voor modules fictie, waarbij je werkboeken moet maken. Als je die inlevert, krijg je een certificaat. Er zitten video's bij. Er zijn ook video's op ons openbare kanaal dat je kunt zien. Die zijn opgenomen door Joyce zelf, door mij, door Sascha, door Chantal en Priscilla van Gastel. Met allemaal schrijftips. En in de community kun je elkaar ontmoeten en kun je met elkaar sparren. Je kunt klagen als het een keertje niet gaat en elkaar weer motiveren om verder te gaan. Je kunt stukjes laten proeflezen. Je kunt de oproepjes doen voor proeflezers voor jouw boek. Je kunt je mijlpalen delen. Er zijn themamaanden. Voor het themamaand van augustus ging over afwijzing. En om de zoveel dagen kwam er dan een stuk online dat met afwijzing te maken had. En daarnaast het themamaand voorbij is, dan is die themamaand ook echt weg. Dus als je ze niet wilt missen, dan moet je gewoon echt member zijn. En natuurlijk zijn er ook verschillende experts die hun diensten aanbieden. En bijvoorbeeld ik als corrector en persklaarmaker, maar ook bijvoorbeeld een illustrator, een manuscriptbeoordelaar, een coverontwerper, noem maar op. Alles kun je dus verkrijgen via de Riders Community. En er zitten beginnende schrijvers, er zitten ervaren auteurs die al veel boeken op hun naam hebben staan. Dus altijd mensen aan wie jij jouw vragen kunt stellen. Hoe zou jij dit nou doen? Hoe zou jij dit aanpakken? En de afgelopen maand hebben we dus een proefmaand gehad. Een previewmaand voor de early bird. En die zat echt heel snel vol. Er mochten er maar 100 in. En wat extra leuk is, is dat het niet alleen online is, maar ook offline. Want we gaan ook write-ups organiseren. En wil je naar zo'n write-up, dan moet je member zijn. En dan kom je dus naar een schrijfdag. En dan kun je met elkaar schrijven, je kunt met elkaar sparren, je kunt ideeën uitwisselen. Je kunt het aan iemand vragen als je vastloopt. En er lopen ook coaches rond. Onder andere Joyce en ik zullen er zo vaak mogelijk bij zijn. Maar het kan ook zijn dat er een keer andere schrijvers bij zijn. En wij zijn er dan om degenen die er naartoe komen te helpen. Om hun verhaal te verbeteren, om problemen op te lossen. Dus de community is echt voor en door schrijvers. En het is iets waarvan ik had gehoopt dat het er was toen ik begon met schrijven. Want ik had toen al die handvatten nog niet. En ik heb eigenlijk alles toen gedaan wat ik nu niet meer zou doen. En het was echt, achteraf vind ik het hartstikke stom. Ook de manier waarop ik met mijn eerste boek Liefdezuiver om ben gegaan. Ik heb het boek in 2005 geschreven. En in 2009 verscheen het bij Vier Musketeers. En hij was wel genomineerd voor de Nieuwe Schrijversprijs. En dat vond ik hartstikke leuk. Maar ja, achteraf was het gewoon niet echt het allerbeste boek dat ik als debuut zou had kunnen schrijven. Ik had het nu anders gedaan. En dat vind ik best wel zonde. Ook qua redactie heb ik er niks aan gedaan. Qua proeflezen niet echt. Ik had er zoveel meer uit kunnen halen. Waardoor ik er nu nog trots op was geweest. En ik ben er nu veel minder trots op. En het is iets van ja, het blijft mijn eerste boek. Maar ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon echt heel erg zonde eigenlijk. En ze zeggen heel vaak, debuteren doe je maar één keer. En voor mijn gevoel doe ik het drie keer. Want één keer in de POD. Met volwassen thrillers. Ik ben één keer gedebuteerd als young adult thriller auteur bij Skelta. En ik debuteer nu eigenlijk opnieuw bij Klavis. Voor mijn gevoel voor het eerst echt bij een reguliere uitgeverij. Dus ik heb het idee dat dat misschien mijn echte debuut is. Ja, voor een groter publiek dan ik eigenlijk al had. Dus dat hele idee van je debuteert maar één keer klopt ook niet helemaal. Want ja, ik doe het dan meerdere keren. Maar ja, ik had wel wat trotser op mijn eerste boek willen zijn. En ik had het boek beter kunnen afleveren als ik toen al wist wat er allemaal bij kwam kijken. Ik dacht toen eigenlijk ook gewoon, het is een eerste versie. Laat het even liggen, lees het nog een keer door en het is goed en ik ga het versturen. En dat is hoe ik het gedaan heb. En daarom vind ik het ook helemaal niet zo gek dat ik toen zoveel afwijzingen heb gekregen. Had ik toen al geweten wat er allemaal bij komt kijken,
dan had het misschien heel anders gelopen. Dan had ik er niet 12 jaar over gedaan om een reguliere uitgever te krijgen. Maar dat is allemaal achteraf praten. Ik had gewild dat ik toen een writers community had gehad. Maar nu is het er wel. En ben jij nu net begonnen met schrijven of wil je graag schrijven? Of wil je graag bloggen? Wil je non-fictie schrijven? Dan is de writers community denk ik echt iets voor jou. En de mensen in de community zijn allemaal hartstikke gezellig en lief en aardig. En je krijgt er echt opbouwende kritiek waar je weer mee verder kunt. En ik denk dat het allerbelangrijkste is, je leert ze echt beter door schrijven. Je krijgt handvatten om het beter te doen. En je kunt experts inhuren om ervoor te zorgen dat jouw manuscript gewoon echt helemaal klaar is om naar de drukker te gaan. Nou, ben je nou ook enthousiast geworden over de writers community? Kijk dan even hieronder in de link. En als je in de community wil kijken, word dan lid. Het is maar €9,95 per maand, maar het is per maand opzegbaar. Vond je deze video leuk? Geef dan een duimpje omhoog en vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Als je meer video's wilt zien, vergeet je ook niet te abonneren op het kanaal van de Writers Community. En we see you on the inside. Doei doei!